Ja, ja. Maar ja, omdat hij toch eng is en toch een beetje misschien bedreigend. Ja, dat heb je ook bedoeld. Hè? Heeft hij toch wel een goede bedoeling? Ja, dat. En ik heb hem eigenlijk gemaakt, niet speciaal voor de koning hoor. Ja, het zou hartstikke leuk zijn als hij langs zou komen om erop te gaan zitten. Nou ja, de troon van de koning, zo heet hij. Verontrustende gevoelens rechtvaardigen de houding van het object. De uitstraling van dit object. Nou, de uitstraling, hè, die is echt zo van, wow, niet echt rustig of zo, maar echt een beetje met een beetje power. Zwart rubber. Zwart als de leeuw die het wapen van Oranje flankeren. Weet je wel, hè? Dan zie je het wapen van Oranje, twee van die leeuwtjes ernaast. Dus vandaar kwam ik op het idee om een grote leeuw te maken. Weet je, het is niet mijn hobby, maar toen ik er stond, vond ik het wel erg, ja, voelde ik me wel beter op mijn gemak. En ik goed mijn verhaal kunnen vertellen. Ja, jawel hè, ja. Ja, nou, goed. Had ik niet van, ja, ik ben er altijd een beetje, kijk, daarom ben ik kunstenaar geworden, hè. Ik maak beelden en ik vind mijn werk moet dan het verhaal vertellen. En dan, ik zelf hoef dat dan niet meer, maar ja, soms is het wel leuk om er wat meer over kwijt te kunnen. Ze vroegen mij al een tijdje al of ik een lezing mocht geven in de bibliotheek. En eindelijk heb ik maar ja gezegd, zou ik maar zeggen. Want ik werd zo gestalkt door Riet. Ah, heel lief mens hoor, maar toen heb ik maar ja gezegd. En dan ga ik ook in de vorm van een interview trouwens. Interview wordt gehouden door Linda Hilbering. Ja, waar je zo'n wapen kunt gebruiken, dat mensen niet meer in staat zijn bij zichzelf agressie op te wekken. Dat is wel mogelijk. Maar ja, de mensen die verdienen geld met wapens. Oh ja, bij Vredestein hebben we wat problemen nu. Ja. Betekent dat de bron van het rubber voor jou opdroogt? Ja, dat zou maar zo kunnen. Ja, ja. Maar ik denk dat dat wel niet zo'n vaart zal zijn, want ze moeten toch banden maken. En ik zag dat ze banden gingen maken in het hogere segment. En ja, daar moeten ook proefdrukken voor worden gemaakt en dat gaat ook wel eens mis. Dus ik denk dat ik daar nog wel mijn banden kan krijgen, denk ik. En anders moet ik naar Hongarije. Maar ja, dat is een eindje verder, hè.